Goedemorgen, het is donderdag en ik ga zo skiën. Daar is mijn video aan het proberen te uploaden. Dat is al sinds 11:45 gisteravond aan de gang. En hij heeft nu al 10% gedaan. Dus dat is echt heel erg hoopgevend dat dit gaat lukken. Ik ga zo even naar de receptie om te kijken of daar wat aan gedaan kan worden. Maar ik heb niet heel erg veel tijd om rouwig hier om te zijn. Want kijk, daar ga ik straks eens skiën. En de lucht is strak blauw en het zonnetje komt daarop. Oké, het is 9 uur geweest. Ik heb ontbeten. Ik ben aangekleed. Klaar om te gaan skiën. Video heeft nu 15% en ze kunnen hier helaas bij de receptie niks aan doen. Dus ja, ik denk dat al deze video's pas online gekomen op het moment dat ik weer in Nederland ben. Maar geen stress. Ik ga skiën. Lekker geslapen? Ja, heerlijk geslapen onder meer op. Ja? De zon die schijnt. Het is heerlijk. Mooie strakke blauwe lucht. Dus, en we zijn in e-school en we gaan skiën. Ja, dat is wel de bedoeling, ja. We zijn op dit moment op 23 meter hoogte en we zijn bij de skischool. Straks gaan we de smokkelaarsroute doen. In e-school kun je 3 smokkelaarsroutes doen. De bronzen, de zilveren en de gouden. Wij gaan natuurlijk voor de gouden. Het is van 35 kilometer en die route is gebaseerd op de routes die smokkelaars vroeger van Oostenrijk naar Zwitserland liepen, skieden, whatever. Ik kijk naar dit weertje, even serieus. Het is echt super lekker weer. De pistes zijn ook echt super goed. Ik had niet verwacht dat de pistes nog zo goed zou zijn. Op 16 november heeft voor het laatst gesneeuwd. Maar alles is prima te doen. Zwitserland. More expensive, yes. Bordje. More expensive. We zijn nu dus in Sundown en daar kun je duty free shoppen. Zwitserland is natuurlijk best wel duur, maar omdat je hier duty free kan shoppen, is het wel uiteindelijk goedkoper. En vooral de parfum en cosmetica zijn hier, nou ja, best wel altijd goedkoper. Ik ga gewoon voor warme chocolademelk. Want daar heb ik zin in. Naar de Schmoekler Am. En daar gaan we heiße Schokomitzade drinken. Yay. In de Schmoekler Hütte kun je dus ook shoppen. Ze hebben de la mer. Zo'n 23 frank. Ik denk dat het goedkoper is dan in Nederland. Alcohol. Oh, ik blijf wel een vastgelopen langspeelplaat, maar de sneeuw, ik blijf me verbazen hoe goed die is. En Gerdrie? Oh, het is echt fantastisch. Ik maak mij niet alleen de sneeuw, ik kijk ook naar de blauwe lucht. Ja, oké, okay, maar die is zo obvious. Die, daar genieten we sowieso van. Het is ook echt de perfecte temperatuur. Het is niet te koud, maar ook niet te warm. Het is wel vrij koud om met je blote handen nu te filmen en foto's te maken. Maar ja, dat hebben we allemaal graag voor jullie over, hoor. Ja, all over there dat jij dat even zegt. Ja. Het wordt een heel mooi seizoen, denk ik. Denk hoe vaak gaan wij skiën? Gaan wij hierna nog een keer skiën? Als ik goed mijn best doe, mag ik dat nog een keer mee? Ik ga heel goed mijn best doen, oké? Okay? En jullie moeten dit allemaal liken. Anders mag ik niet mee van Gerdrie. Hey. Hey. Zitten nu bij een heel leuk restaurant. Waar ik de naam even niet meer van weet. Nee, het maakt ook niet zo dat uit. Maakt wel uit. Oh, dat maakt heel veel uit. Dat is de wijn lekker. Ja, de wijn is goed. Zullen we even proosten? Proost. Ik kom bij jou mee. Vandaag. Doe even proost. 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 Ja, weet je, ik vind het niet proost. Hier maak ik echt nog zo goed mee. We hebben echt heerlijk gegeten. Dus dan ben ik 3 kilo zwaarder, maar dat is mooi. Dat is buiten gewoon lekker gegeten. Alleen maar naar beneden. Dus dan zijn
zo snel naar beneden. Dat is een hele slechte grap. Daar heb ik ook echt al 5 minuten over nagedacht. Het is een Alamero-grap, noemen ze die ook wel eens. Lekker zonnetje. Maar het is wel echt top hier, hoor. Ja. Where are we going? Gaan we met z'n allen. De kroeg, overval. Dat was een super lekker eerste dag skiën. We gaan nu even naar het hotel heel snel opfrissen. En dan gaan we af gaan skiën. Gaan een wine tasting doen. Niet dat ik hoef uit te leggen dat ik er heel veel zin in heb. Dit is echt niet te geloven. 18% pas. Adem in. Adem uit. Je hebt een hele lekkere dag geskiet. Je zit in e-school. En de YouTube video die komt in Nederland wel weer. Sorry mensen. Ik heb er echt alles aan gedaan. Ik ga naar de après-ski en ik neem mee mijn laptop. In de hoop dat daar internet is om mijn video te kunnen uploaden. Proost. Zoom wel. Downstairs. Nee, they have really. We zijn nu bij wijnbar Plange. Die is bij jou. En ik heb een lekker glas groene Valtellina. Oh ja mensen, het gaat gewoon echt gebeuren. Mensen, hij staat live. Ik heb onder net een video laten zien. Ja, dat was wel een klein beetje veel onno. Duimpjes omhoog als jullie meer onno willen zien. Zo, ik ben even gedoucht en ongekleed. Make-up op gedaan, haar gedaan. Want het restaurant waar we zo gaan eten. Dat zit in Hotel Trofana Alm. En dat is een van de duurste, mooiste, luxe hotels van Ischgl. Dus ga je niet in je ski kleding en je bezweten kopje haar zitten. Ik ben heel benieuwd naar het eten. Trofana Royal. Ik ga gewoon jou achter. Place to be. De glazen worden hier met ijs gekoeld. En dan wordt de champagne daarin geschonken. Kom in gekocht, ja. Tsumbo. Wow, deze tafel. Al die wijnen. En... heel bijzonder. We zitten nu een uur aan tafel en we hebben alleen nog maar ambrosia gehad. En 3 glazen wijn. Ja. Dit wordt een hele goede avond. Ik dacht dus dat we een koekje aan het eten waren. Maar het is dus gewoon ijs. Het is ook niet voor niks een refreshment. Het is gewoon om je palet weer schoon te maken. Even een lekker fris ijsje. Oh nou, mensen denken dingen. Mensen denken dat. Er zit wel een punt. Er zit wel een punt. Het is heel gezellig met jou, Onno. Ja, met jou ook, man. Ja, toch wel. Net als je denkt dat je alles goed hebt. Ik wil dus allemaal bonbons. Je wil dus allemaal 20 soorten. Ik hoorde net iets van mint en chocola. Nou, daar ga ik sowieso voor. Oh ja, ben je van de after eat? Yep, I am. Lekker. Mm-hmm. Het laatste wat we gaan eten is een lipstick. Ja. Nou, wij vrouwen gaan niks naar bed. Of ik ga editen. En ik denk dat Gerdrie de mail gaat doen of zo. Dat denk ik. Dat denk ik. En de mannen zijn weer op pad. Met onze pot. Met onze pot. Ik ben benieuwd hoeveel er morgen nog van over is. Het is misschien maar beter als die op is. Voor ons. Oké, okay, het is inmiddels 11:30, ik ben weer terug in de hotelkamer. Ik ga deze video editen. Ik weet nog niet hoe ik deze morgen online ga zetten, maar ik ga het maar gewoon weer proberen. Ik ga mijn kut eraf halen, video editen, slapen. Morgen weer een dag. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video. Bye!